Op korte afstand van onze camping in Ribeauvillet bezoeken we het mooie ommuurde en zeer bloemrijke plaatsje Bergheim. Het middeleeuwse stadje is gebouwd op de plaats van een voormalig Romeins legerkamp, dus het kent ook al een lange geschiedenis. De vele wijnvelden die het stadje omringen maken het rustige Bergheim weliswaar tot een bijzonder aangename plek om te verblijven, maar wij fietsen nog een stukje verder. Zo komen we terecht in Kuurmar, een oud plaatsje dat al is vermeld in de 8e eeuw. We moeten ons voorstellingsvermogen wel even aanspreken als we lezen dat Kuurmar in de 13e eeuw een belangrijk vissersdorpje was met zelfs een veerbootverbinding. De barokke 18e eeuwse Saint-Légère-kerk is dus van een aanzienlijk latere periode. Overblijfselen van de 14e eeuwse vestingwerken zijn hier nog steeds aanwezig. Kuurmar wordt omgeven door een prachtig moerasrijk natuurgebied. Het was weer een bijzonder plezierige dag in de mooie Elzas. De laatste fietstocht die we in de Elzas maken, gaat weer tussen de wijnvelden door. De volle trossen druiven zijn inmiddels rijp voor de pluk. We zijn op weg naar Turkheim. Turkheim ligt aan de ingang van het Münsterdaal aan het riviertje de Vecht. Het oorspronkelijke stadje werd in de 8e eeuw gebouwd op een Romeinse vestingplaats. In de vroege 14e eeuw werd de versterkte stadsmuur gebouwd, voorzien van 3 toegangen. Ook in dit stadje zien we een weelde van bloemen, mooie vakwerkhuizen, leuke winkeltjes en terrassen. Van de oorspronkelijke Sint-Ankerk uit de 11e tot de 13e eeuw is alleen de toren bewaard gebleven. Het nieuw aangebouwde deel dateert uit de 19e eeuw. Het is duidelijk dat de wijnbouw belangrijk is voor Turkheim. De wijnhuizen zijn hier niet op één hand te tellen en ongetwijfeld wordt er in deze tijd hard gewerkt om de druivenoogst veilig te stellen. Op de terugweg naar de camping stoppen we daarom even voor een leuk praatje en om de mensen aan het werk te zien tijdens het oogsten van de druiven. Van deze druiven zal een overheerlijke mousserende wijn worden gemaakt. We komen er zeker nog eens voor terug in de mooie Elzas.